Het was een regenachtige dag. Pascal legde zijn bloemen op de kist en keek getreurd naar de foto van Kevin. Wat een prachtig beestje was het toch ook. Na 2 jaar begon hij nogal te stinken. En vond Pascal het tijd om afscheid van hem te nemen. Pascal wist dat het een moeilijke dag zou worden en had daarom zijn vrienden uitgenodigd. Link, Jeremy, Joost, Ronald en Wilbert zaten allemaal vooraan. Pascal gaf een mooi eerbetoon aan Kevin en pinkte een paar traantjes weg. En na de prachtige ceremonie was het tijd voor de crematie. Het was een trieste dag, maar hij wilde het leven van Kevin vieren en vroeg daarom of zijn vrienden mee wilden gaan naar zijn huis om daar wat te drinken op Kevin. Pascal, Ronald en Wilbert stapten in de auto. Hij wilde wegrijden, maar de auto stond nog in de achteruit. Ineens hoorden ze een harde knal. Verdomme, niet alweer! Hij had net zijn auto weer laten maken. Geïrriteerd reed hij weg en wachtte hij bij de uitrit tot iedereen in een auto was gestapt. Even later kwamen ze bij het huis aan. Iedereen stapte uit de auto, ze liepen richting het huis, toen Link ineens een deuk in de auto van Jeremy zag. Wat heb jij nou weer gedaan? Moet je die deuk zien? Deuk? Wat? In paniek bekeek hij zijn auto. De rest was inmiddels al binnen en Pascal schreeuwde: Hey, komen jullie nog? Langzaam liepen ze naar het huis. Jeremy dacht aan zijn arme auto. Pascal deed de deur dicht en draaide zich om. Daar stond Link. Hier. En Link gaf hem een pak melk. Thanks. Hij zette het pak in de koelkast en liep naar de woonkamer. In de woonkamer had iedereen een plekje uitgekozen. Pascal vroeg wat iedereen wilde drinken en liep samen met Ronald naar de keuken. Wat wilde iedereen ook alweer? Ik ben het vergeten. Volgens mij wilde iedereen cola. Pascal pakte de grote fles Coca-Cola uit de koelkast. Ik heb nog wat meegenomen, just in case. Ronald loopt naar de hal en komt terug met een fles. What the fuck is dat? Ronald keek naar zijn fles. Een fles cola? Wat nee, dat is Pepsi. Ik dacht voor het geval dat er niet genoeg was. Wat nee, weg ermee. In het huis wordt geen Pepsi gedronken. Over mijn lijk. Pascal verzamelde de ingeschonken glazen en liep snel weer naar de woonkamer. Ronald zette de fles Pepsi in de koelkast en liep achter Pascal aan. Iedereen ging bij elkaar zitten en proostte op Kevin. Luna vond het allemaal maar een beetje overdreven. Zo leuk was die Amsterdam ook weer niet. Na het proosten had iedereen zich verspreid door de woonkamer. Er werd gesproken over van alles en nog wat. Pascal vond dat het hoog tijd was voor wat eten. Hoog tijd voor wat eten. Hij liep naar de keuken om wat hapjes klaar te maken.
en Joost, Wilbert en Ronald waren een gek programma aan het kijken op tv. Ronald was al een tijdje aan het wiebelen in zijn stoel. Van al die cola moesten we erg nodig naar de wc. Maar hij durfde niet te vragen waar het was, dus ging hij zelf maar op onderzoek uit. Link was al eerder weggegaan, op zoek naar zijn Nintendo Switch. En Jeremy was buiten naar zijn auto aan het kijken. Hij kwam de slaapkamer binnenlopen op zoek naar de Switch. Hij zocht en zocht, maar hij kon het apparaat niet vinden. Waar heeft hij hem verstopt? Pascal! Net voor Link de kamer uitliep, zag hij iets in de hoek van de kamer. In de mand van Luna lag de knuffel die Link aan Pascal had gegeven, als cadeau. Ah, wat een lul. Geef ik hem een keer iets, geeft hij hem aan zijn kuthond om het kapot te maken. Link liep geïrriteerd door het huis, op zoek naar Pascal. Hij herinnerde zich dat Pascal in de keuken hapjes aan het maken was. Toen plots... Iedereen haastte zich naar de keuken. Waar was Pascal nou? Dan zien ze hem. Op de grond. Was hij dood? Wacht. Daar lag hij dan, levenloos. Geschrokken keken de mannen naar het lichaam. Is hij dood? Jeremy liep naar het lichaam toe, om te kijken of hij nog ademde. Volgens mij wel. Naast Pascal zag hij een scherp mes liggen. En er lag ook een plasje bloed. Niet veel, maar wel een beetje. Een paar meter verderop lag Luna's hondenriem op de grond. Hier ligt ook nog een schroevendraaier! Oh ja, en er lag ook nog een schroevendraaier. Maar, in paniek, zei Joost. Misschien heeft iemand hem wel vermoord. Maar wie zou dat doen? Ik kan wel een paar mensen bedenken, maar... Wie van jullie was het? Jullie? Ja, ik was het niet. Nou, ik ook niet. Ik ook niet. Link was er als eerste. Misschien heeft hij het wel gedaan. Wat? Nee! Ik kom hier net aanlopen. Misschien heeft iemand zich wel verstopt in het huis. Misschien gaat hij ons ook wel vermoorden. Niet als wij hem eerst vinden. De mannen verdeelden zich in groepjes en gingen op zoek naar de moordenaar. Thank you.
Joost, Ronald en Wilbert besloten naar de zolder te gaan. Maar waar was jij eigenlijk, Ronald? Nou, ik moest naar de wc en ik wist niet waar die was, dus ik ging op zoek. En toen had ik hem gevonden en toen hoorde ik... En toen ging ik naar de wc en toen hoorde ik iemand schreeuwen. En toen rende ik naar beneden en... Nou, vanaf hier weten we het wel. Je denkt toch niet dat ik het gedaan heb? Waarom zou ik dat doen? Nou, Pascal schept er altijd op over hoe hij jou de benzine liet betalen. 80 euro! Zou ik ook niet leuk vinden. Maar jij kan het net zo goed gedaan hebben, hoor. Pascal zegt, zei altijd dat hij Millie zou haten. Ja, dat is wel irritant inderdaad. En jij vindt het vast vervelend dat mensen je per ongeluk Pascal noemen. Beetje vervelend, maar niet genoeg om hem dood te maken. Kom op jongens, laten we maar gewoon verder zoeken. Ze keken nog even door de zolder heen, maar er was niemand te bekennen. Daarnaast was de zolder ook stoffig en een beetje creepy. Dus ze besloten de jongens maar naar beneden te gaan. Terwijl Joost, Ronald en Wilbert op de zolder aan het zoeken waren, besloten Link en Jeremy in de kelder te kijken. Wie denk jij dat het heeft gedaan? Ik weet het niet. Het kan iedereen geweest zijn. Behalve ik natuurlijk. Ja, ik ook niet. Maar echt een klootzak is het. Hij heeft echt geen respect voor cadeautjes van anderen. Gaat dit om die knuffel die je aan hem hebt gegeven? Ja, het is een supermooie knuffel. En hij geeft het als kousspeeltje aan Luna. En daarom heb je hem vermoord? Ik heb hem niet vermoord. Jij hebt het vast gedaan. Waarom zou ik Pascal vermoorden? Nou, als Pascal een deuk in mijn auto zou rijden, had ik het wel geweten. Hoe bedoel je een deuk in je auto? Op de parkeerplaats na de begrafenis reed hij volledig tegen je auto aan. Die klootzak! Het is dat hij nu al dood is, maar ik heb hem niet vermoord. Ik wist niet dat hij mijn auto verneukt had voordat je het net zei. Guys? Hallo? Iemand thuis? De jongens verzamelden zich in de woonkamer. Ja, jongens! Hoorden jullie dat nou ook? Ja, wie was dat? Oh, what the fuck? Pascal? Oh, fuck, hij is in de keuken! Ze gingen snel naar de keuken om te kijken wie het was. Hey guys, sorry dat ik zo laat ben. Ophelia was kut en zo. Maar, waarom ligt Pascal op de grond? Is hij dood? Ja, hij is neergestoken met dat mes daar, maar we weten eigenlijk niet wie het heeft gedaan. We hebben al gezocht in het huis, maar er is echt niemand anders hier, behalve ons en jij nu, Leon. Dus het moet een van jullie zijn. Dit kan maar één persoon oplossen. Ik. Eerst moet ik weten waar iedereen was. Ik was in de woonkamer met Wilbert en Ronald. Oh nee, Ronald ging naar de wc. Ja, ik moest plassen. Bedankt voor het delen, boys. En jullie?
Ik was boven op zoek naar mijn Nintendo Switch. En Jeremy was buiten naar zijn auto aan het kijken nadat Pascal hem had geraakt. Hou je bek, zo lijk ik verdacht. Toen wist ik nog niet eens dat het Pascal was. Wat mij betreft zijn jullie allemaal verdacht. Leon liep naar het lichaam van Pascal. Hij observeerde het lichaam, het mes en de omgeving. Pascal is helemaal niet neergestoken. Maar het mes! En hij schreeuwde! amateurs. Pascal was deze Big Mac aan het snijden. Hij sneed zichzelf. Het bloed wat hier ligt, komt van zijn pinky. Een professional als ik ziet het gelijk natuurlijk. Dat hij geen dodelijke wonden heeft. Maar wel een hele paarse tong. Nou, misschien heeft hij wel die bedorven melk van Link gedronken of zo. Joost trok de koelkast open en keek of er wat verdacht te zien was. Misschien was het wel dit rattengif. Of de hondenpaté. Of misschien dat afwasmiddel. Oké, rustig. Geef me een momentje. Leon dacht diep na. Wie zou het geweest kunnen zijn? Leon rook aan de mond van Pascal. Vervolgens liep hij naar de koelkast en pakte hij de fles Pepsi. Hij draaide de dop eraf en rook subtiel aan de fles. En vervolgens keek hij naar het glas op het aanrecht. Van wie is de Pepsi? Oh, die is van mij. Hoezo? Jij was het. Wat? Oh. Ronald! Wat? Je deed alsof je naar de wc moest, ging naar de keuken en verwisselde heel stiekem zijn Coca-Cola met Pepsi. Maar ik wist toch niet dat hij dood zou gaan? Ik wilde hem terugpakken met zijn stomme Coca-Cola. Ik dacht dat hij het niet zou merken en toen schreeuwde hij ineens en boem, dood. Niet de politie bellen, alsjeblieft. Hoe durf je? Ik wilde hem eigenlijk vermoorden. Ja, ik eigenlijk ook. Wacht, wilden jullie allemaal Pascal vermoorden? Yep, eigenlijk wel. Dat is wel heel toevallig dat we het allemaal wilden doen. Ja. Misschien moeten we dan maar gewoon naar huis. I mean, er is toch geen bewijs. Behalve de hond. Precies. Niks aan de hand. Let's go. En zo ging iedereen weer naar huis. Na een lange, vermoeiende avond. The end.